Het is nu 2 weken geleden dat het Europees Parlement tegen pulskoorvisserij stemde. Een schok in de Nederlandse politiek. Ook oud-staatssecretaris Henk Bleker werd verrast door dit besluit. Hij was van 2010 tot 2012 staatssecretaris met pulskoor in zijn portefeuille. Terugkijkend op de afgelopen jaren had Nederland anders moeten handelen. Ja, misschien hadden we wat Franse instituten bijvoorbeeld onderzoek moeten laten doen. Of weet ik veel wat. Weet je dat je. Dit is... Maar goed, Nederland had die know-how en had de techniek en had de vissers die wilden investeren. Want er is veel geld mee gemoeid. En dan ga je in dat traject verder. Maar soms zijn er andere dingen nodig dan alleen maar feiten en kennis. Ook onderzoeker Tim Haasnoot zegt dat Nederland anders te werk had moeten gaan. Hij deed voor de Wageningen Universiteit onderzoek naar de politieke gevolgen van pulskoorvisserij. Als je het hebt over de puls en het tot stand komen van die puls, is dat echt een Nederlandse aangelegenheid geweest. Vanaf, nou zeg, periode 2010, 2011 begon het pas op Europees niveau te spelen. En in die tussentijd hadden wij natuurlijk in Nederland al een hoop ervaring opgedaan met die puls. Officieel is pulsvissen verboden in de Europese Unie. Voor onderzoek naar deze vismethode heeft de EU ontheffingen gegeven. 5% van de vloot mocht daarvoor gebruikt worden. Voor Nederland kwam dat neer op 21 kotters. Maar de vraag naar ontheffingen bleek groter. Pulsvisserij had al bewezen dat het brandstofverbruik drastisch werd verminderd. Als die olieprijzen niet zo hoog hadden geweest en de visprijzen niet zo laag, dan had de situatie er ook zomaar heel anders uit kunnen zien. Dan had het misschien wat langer geduurd eerdat vissers hadden willen overstappen op de puls. Nederland probeerde daarom meer ontheffingen te krijgen om met puls te mogen vissen. Bleker wist het aantal ontheffingen te verdubbelen naar 42. Staatssecretaris Sharon Dijksma wist nog meer ontheffingen eruit te onderhandelen. In 2014 waren er 84 ontheffingen voor Nederland. Dat heeft zeker kwaad bloed gezet bij een aantal partijen. En je ziet ook sommige mensen kwaad over de manier waarop Nederland dat heeft gedaan. Het is natuurlijk enerzijds vanuit Nederlands perspectief op slimme manieren zoeken naar mazen in de wet, zou je het kunnen noemen, of naar mogelijkheden om inderdaad zoveel mogelijk vissers in staat te stellen om te kunnen gaan pulsvissen. Maar je kunt er natuurlijk ook naar kijken en nu? Er is geen alternatief. En het is eigenlijk een voldongen feit wat gepresenteerd wordt. Er was wel twijfel en tegenstand, enigszins, met name bij de Fransen, de Spanjaarden, de Italianen, de Portugezen en de Grieken. Men was bang dat een zeer efficiënte Nederlandse vloot, dat dat negatieve gevolgen zou hebben voor de mogelijkheden van hun eigen vloot. Terwijl dat natuurlijk op zichzelf heel erg meevalt, want je verdeelt gewoon de quota. Je kunt niet meer vangen dan je aan kwotum hebt. Om toch meer ontheffingen te krijgen voor de Nederlandse vissers sloot Bleker een deal met deze zuidelijke lidstaten. Zij zouden langer geld krijgen van Europa om hun vloot te moderniseren. En tegelijkertijd zouden ze hun verzet tegen uitbreiding van die vergunningen staken. En dat is gewoon in goed overleg gebeurd. In die vergaderingen was er niet iets van, dit wordt ons over de, we worden met de neus over de kokosmat getrokken, bij wijze van spreken. Nee, dit was gewoon een deal, een win-win situatie. En contra? Nu is het dus gestemd door het parlement, een nee tegen puls. Is er nog toekomst voor pulsvisserij? Ik denk zeker dat er een toekomst is voor pulsvisserij. Als je kijkt naar de resultaten die er op tafel liggen en je het vergelijkt met de traditionele boomkoor. Ik verwacht zelf dat we wel uiteindelijk erin slagen om het overgrote deel van de vergunningen, de ontheffingen, om die in stand te houden. Maar misschien moeten we wel een afspraak maken met de andere landen over enige afbouw voorlopig. Ja, moeten we niet inderdaad het kind met het badwater weggooien en juist ook die ruimte blijven bieden voor vissers om te innoveren. En proberen dat te stimuleren en daarmee door te gaan. Dus ik denk in die zin is er zeker toekomst voor de puls.